Wat gebeurt er allemaal, mensen? Hij wordt handboeien en zo. Allemaal camera mensen. We zijn nu hier. London Eye. London Eye. Want ze is bijna jaren. Hoeveel uurtjes? Nog uurtjes zo? Anderhalf uur, hè? Nederland een kwartier. Ja. Voor ons een uur en een kwartier. Echt? Happy birthday to my mom, fucking girlfriend. Wagwan mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien ben ik er weer. Leuk dat jullie kijken naar deze weekvlog, want zoals jullie kunnen zien ben ik nu Schiphol mensen. Ik ga weg, ik ga weer eventjes vakantie met... We gaan even naar Londen, even lens, even leuk, gezellig. En ik ga er gewoon een weekvlog van maken. We zijn nu even lekker aan het eten, lekker ontbijtje hebben we op ontbijt. Even snel een broodje gewoon erin inwerken. Een soort van sandwich. Ziet er wel heerlijk uit. Laat me even een hapje nemen, proeven. We gaan zo vliegen. Over een uurtje. En dan gaan we jullie gewoon meenemen. Zo guys, we zitten nu in de vliegtuig. Over enkele momenten gaan we vliegen. Het is ongeveer een uurtje vliegen. 11, 12 zijn we daar. En als we daar aankomen, dan is het in Nederlandse tijd 11, 12. Maar daar is het dan 11, 11. Dus we hebben een uurtje wonen, dat is een uurtje. Dan gaan we gewoon richting het hotel. En dan gaan we spullen daar zetten. Dan gaan we even eten, man. Even lunchen, want ik heb niet goed gegeten net. Elke keer dat ik je val, je bent een first choice voor me. Achteraf heb ik iets moois gezien, je bent het mooiste. Je doet het op jouw manier, oh. Girl, ik wil bij je zijn. Elke keer dat ik je val, je bent een first choice voor me. Achteraf heb ik iets moois gezien, je bent het mooiste. Je doet het op jouw manier, oh. Girl, ik wil bij je zijn. We zijn in Londen mensen en we zijn direct naar een food hall gegaan. Een food market hier in Londen. Hotbox. Ik heb wel zin in een burger of zo, dus ik zei tegen haar, laten we de hotbox gaan. Maar Lisa is even een rondje gaan lopen om te checken wat eten of wat we willen eten. Ik heb wel trek in een burger of iets, dus we gaan checken. Het is een mooie food hall hier. Kijk eens daar. Ze is helemaal gaan zoeken van wat ze wil eten. En ja, we zijn er nog niet uit eigenlijk, want we gaan eten. Kijk, daar heb je tacos. En daarachter heb je boosting of zo. En als je daar rondom gaat, dan heb je ook sushi en die dingen daar. Het is echt een mooie food hall, food market eigenlijk. Zo, kijk eens aan, dames en heren. Lekkere buffalo wings. Kijk hoe lekker vers het eruit ziet. Buffalo wings. Een cheeseburger. We hebben cheese fries hier. Malen patat. En dit is een chicken bun of zo. Chicken bun burger. Kijk hoe lekker het uitziet. Laat maar die flits voor jullie zetten, dat jullie goed kunnen zien. Kijk het hier. Zo. Het ziet er heerlijk uit. We gaan lekker eten. We gaan echt lekker eten. Ik heb honger mensen. Oei. Laten we maar snel beginnen. Mensen, die burger is zo lekker. Het is een cheeseburger, maar je proeft gewoon die rundvlees echt lekker vers. Dus kijk. Maakt echt goed man, het is echt een goede food hall, food market hier in Londen. Echt een aanrader als je hier in Londen bent. Wat stel je aan? Oh, misschien is het even aan was mensen, je ziet het. Wacht, mensen, we zijn er weer. Dit is de volgende dag. Gisteren ja, gingen we gewoon lekker naar onze hotelkamer en toen gingen we gewoon lekker genieten van onze rust. Want natuurlijk hadden we een zware vlucht. We hadden gewoon een uurtje gevlogen. maar we waren nogal moe. We hadden gewoon onze rust gepakt, zodat we vandaag gewoon leuke dingen konden doen. En de volgende dagen ook natuurlijk, want we blijven een week hier. En vandaag ook die weekvlog. En we zijn er gewoon, dit is onze hotelkamer. Het is een kleine in. Bed. Comfy, alles comfy. Je ziet hier onze badkamer. Zoals ze zeggen, klein maar fijn. Ja man, je ziet hier een spiegel. Wat belangrijk is. Zo kan je checken hoe mijn outfit eruit ziet. Dit is mijn outfit van vandaag. Petje op. Kennen de goose. En je ziet mijn grijze trui. Van Lisa eigenlijk. Is niet van mij. En een witte ondershirt. Een broekje aan. En mijn Jordans. Dit is mijn outfit van de dag. Oh mensen, kijk het hier guys. Lekkere Engels ontbijt. Dit is toch heerlijk. Ik ga even aan smullen. Lekkere boontjes, worstje, mushrooms, broodje. Ik weet niet wat dit is. En zij heeft ook iets. Een lekkere eitje met de bacon. Ik ga lekker eten man. Zodat ik lekkere dag vol met energie kan starten. Je bent de beste wat me overkwam. Daar ging mijn hart die je overnam. First time was in Rotterdam. First love was in Amsterdam. Tranquilo, kilo,
We kunnen lachen met jouw Dino, Dino. Je bent de mooiste Latina, Sina. Zo, we zijn nu in Oxford Street, zoals jullie kunnen zien. Kijk hier. En check wat we gevonden hebben. Kijk al die Jordans daar, joh. Aan de zijkant daar achter. Maar het is helaas even gesloten. Hij gaat om 2:15 gaat het open. Maar kijk hier ook, kijk al die patas hier. Jezus joh. Ik zeg je eerlijk, deze hier ook, die vind ik echt mooi man. Deze zou ik echt dom rocken hè. Blauwe, die zou ik ook dom rocken. Ik ga niet voor jullie gooien. We zijn nu inmiddels in Oxford Street. Kijk hoe mooi die belichting hier. Het is alvast al een beetje versierd met die kerstversieringen. En ik zeg je eerlijk, het is wel een mooi man. Het is wel gezellig en zo. Kom gelijk een beetje in die sfeer van die kerstvibes en zo. Kijk hier, kijk hoe mooi het allemaal is. Daar zie je de Nike Store. Alleen we zijn nu op zoek naar zelfritjes, dat is een soort van warenhuis. We gaan nu richting daar. Daarna gaan we eten weer, want het zal donker. Avondeten moet ook gebeuren. Maar ja, dus we zijn nu op zoek naar zelfritjes. Dus let's go. We kunnen echt goed zingen, ze hebben echt een prachtige stem. Allemaal gezelligheid hier. Kijk hier, iedereen hier. Gezellig het eruit ziet. Het ziet er allemaal prachtig uit, mensen. Kijk hoe mooi. Het is toch wel fijn. Wow. Dior, want ze wil een Dior riem. Ik zie die dame heeft wel lopen scheuren bij Victoria's Secret. Wow. Zo, we hebben een leuke plekje gevonden. Ik heb een lekkere burger die ik lekker naar binnen ga werken. Want frietjes, mayonaise, zijf calamaris met garnalen. Heerlijk hoor, schat. Is makkelijk. En dit is een lekker leuke gezellige plekje hier ook. In Londen. Ga lekker eten. Oh, zie je die flits nu. Kunnen jullie goed bekijken nu. Heerlijk. Kijk het hier. Ik ga nu lekker een beefburger eten met koolsla. En toen was het weer de volgende dag, guys. Je ziet het. We hebben heerlijk gegeten gisteravond. De productieve dag hadden we veel dingen gezien. Het is volgende ochtend. Het is morgen weer tijd voor een nieuwe dag. Guys, goeiemorgen. Let niet op mijn haar, want zo word ik echt letterlijk gewoon wakker, hè. Yo guys, you know what I'm saying? Dit is mijn outfit vandaag, je ziet het, kijk het hier. Blauwe kooltrui, of zwarte kooltrui. Cargo pants, was die van jou, ne? Cargo pants? Mhm. Kooltruitje. Jordans. En zijn fris, dus dat betekent dat we ready to go zijn! Zo, een lekkere snelle ontbijt dichtbij onze hotel. En we gaan kijken wat het verschil is van gisteren en van vandaag. Want dit is een stuk goedkoper. En gisteren betaalden we iets meer. Maar dit is een stuk goedkoper. Maar kijk of het lekker is. A few moments later. Zo guys, na 5 minuten heb ik het al op. Dan zegt het al gewoon, dat zegt al gewoon genoeg. Wat, je weet wat de staat van zaken zijn. Moet je dit zien. We zijn nu aan het wandelen bij door Hyde Park. En kijk, het is gewoon een winterwonderland. Een kermis daar binnen, maar het is nog niet af. Als je daar binnen gaat, zie je ook achtbanen en zo. Ik hoop dat we dat nog redden. Want als we dat redden, is het goed nieuws. Dat betekent dat wij dan ook nog gewoon een content kunnen schieten. Misschien een interview in het Engels hier bij de kermis. Ik hoop dat die kermis dan al klaar is als we er nog zijn, man. Dat zou echt lijp zijn. Dan kan ik echt gewoon lijpe content voor jullie schieten hier. Misschien een interview of zo. Laten we hopen. Yo guys, we are arrived. Of we zijn gearriveerd. Kijk hier, we zijn bij de fucking Big Ben, man. Big Ben, want je weet dat ik Big Ben. Ik ben niet Big, maar is niet erg. Kijk hier. We zijn bij de Big Ben. Wauw. En zoals jullie daar kunnen zien, zien jullie de London Eye. Achter die boom daar. Heel prachtig. Ja, toch? Is prachtig, hè? Zie. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Dus in het echt ziet het er echt zo gewoon prachtig uit. Dan dat je het op foto's en zo ziet. En ze is bijna jarig. Over een paar uurtjes ben je jarig, schat. Over een paar uurtjes. En dan gaan we het samen gezellig vieren. Kijk, zoals jullie kunnen zien, zijn jullie hier de London Eye. Wauw, het ziet er prachtig uit. Het ziet er prachtig uit, hè, schat. Heerlijk. Ze heeft even mijn jas aangetrokken. We hebben even geswitcht. Het is mijn jacka. En ik heb haar jacka aangetrokken. Wat vinden jullie? Het past wel toch op zich? Het staat er wel goed, moet ik jullie eerlijk zeggen. De oudje is wel oosje. Kijk hier. De Big Ben nogmaals. Daar de London Eye. En vanavond is mijn schatje jarig. Het is jarig, zo 20, bijna 20. En dan gaan we het gewoon in Londen vieren.
zou wat zeggen. Dat ik veel. Wat de fuck gebeurt er? Die meisje zegt gewoon hoi hoi of zo. Daar heb ik veel maar weet ik veel wat ze wat zeggen. Mensen, ik weet niet wat er gebeurde, maar die meisje kwam op plotseling in beeld. En ze zei wat, daarna liep ze weg of zo. Jullie konden het zien. En ze zei wat, ging ze opeens weglopen. London Eye. London, London Eye. Ik weet niet, kunnen we misschien erin of zo, wat denk je? Nee, is lastig. Je weet niet hoeveel het kost hè, om in te gaan daar. Of zo? 30 euro. Wil je erin gaan? We kunnen wel checken. Misschien kunnen we erin gaan of zo. Wat gebeurt er allemaal, mensen? Shit. Hij wordt handboeien en zo. Oh, mijn camera, mensen. We zijn nu vlakbij de London Eye en Big Ben. Mijn mensen worden aangehouden en shit. Jezus, joh. Wat maken we allemaal mee hier? Hè, schat? Wat maken we allemaal mee, joh? Lijpe dingen. Politiewagens, politiemensen, mensen demonstreren en zo. Er werd een dame die werd helemaal meegesleept in de politiebus. Hè. Zo erg was dat. Oké, dus we hebben een totootje gezet in die bed. Er komt nu een penalty en we zitten hier midden. Ergens hier ook. Oh. Kijk het hier. Stedelijk gezellig, maar City heeft een penalty en City moet scoren. Alsjeblieft, City, prik jongen. We hebben een bedje gezet samen. Laten we hopen. En ze scoren! Ja! 2-1 zitten, je ziet het. Dat is goed voor ons, schat. Heerlijk. We gaan eventjes hier stil. Eventjes wachten. We gingen even zitten daar. Om te wachten tot ze die penalty gingen nemen. Kijk dan. Er staat nu gewoon 2-1. Kijk, ze scoren gewoon. Hier. Doelpunt staat er. Kijk. Yes. Ja. Oh, ik hoop dat we iets winnen, mensen. Dat zou wel leuk zijn. Maar kijk hier, we zijn nu... Hoe heet deze plek? Je weet hoe die plek heet, hè? We zijn nu bij de Piccadilly. Ik zeg je eerlijk, het is heel gezellig hier. Echt drukjes en zo. Alleen maar gezelligheid. En we zagen ook een club daar. Tiger Tiger. En misschien kunnen we daar ook nog naartoe gaan. Maar dan gaan we vanavond even checken. Wauw. Kijk hier. Bellenbaas. Bellenblaas. Skieter. Bellenblaas. Hi there. Welcome to Hamley. Hello, hello. Hi. Thank you. Ik speel goed winkel hier. Ja man, dat is wel grappig. Maar als je kinderen hebt, niet hier naartoe gaan, want ze gaan alles willen daar. Ze hebben echt gave dingen daar, echt. Van, wat kan je zeggen? Gewoon met veel speelgoed heb je daar. We zijn bij de foodhall beland, bij de foodmarket. Dus we willen drinken, we gaan verschillende soorten dingen bestellen. Kijk, die man is bezig daar aan het rollen. Je hebt ook Rotti man, Rotti King hier. Good job bro, good job. Let me see, let me see. Nice, nice, nice. Good job, good job. Deze man is Rotti aan het maken. Maar kijk, we hebben dus ribs ook besteld daarachter. We gaan een dragon roll bestellen. En we hebben natuurlijk weer die cheesy fries. Jullie gaan het dadelijk allemaal zien. Maar nu eerst de dragon roll bestellen. Hey broski. I want one dragon roll. Yeah? Yeah. Yes, thank you bro. Would you like to receive? Oké, maar kijk, je krijgt zo'n ding. Yes. Je krijgt een speciale ding en dan als het afgaat moet je het ophalen. Lisa zit daar met twee van deze dingen, dus laten we naar haar toe gaan. Kijk eens, daar zit ze, daar zit ze, daar zit ze met twee van die soort dingen. Drie nu. We hebben nu deze, waar is die andere? Dus we hebben drie van deze dingen. Als alle drie afgaan, dan moeten we naar drie verschillende soorten etentjes om die dingen af te halen. We hebben daar weer die cheese fries, die kant. En net zoals jullie konden zien bij die dragon roll, bij die sushi winkel. Dus ik ben benieuwd man. Of we moeten alle drie tegelijkertijd afgaan, dat zou het beste zijn, maar ik denk het niet. We gaan het zien. Kun je eten in ieder geval? Of niet schat? Heerlijk hè? Bijna jarig, een paar uurtjes. Een paar uurtjes is ze jarig, we willen ook nog uitgaan. We gaan sowieso wel uit toch? Sowieso. Uit of cocktailbar? Allebei kan ook. Wat willen jullie? Als we heel erg willen, ze sowieso allebei. Maar ja, we gaan het zien en wij gaan jullie sowieso meenemen, dus blijf checken. Mensen, hij is zojuist net afgegaan. Ik ben net te laat met filmen. Maar die van haar was ook afgegaan. Ik ga snel naar de sushi. Dit is die ribs. Laten we snel naar de sushi gaan. Ga jij zitten, schat? Ik ga snel. Kijk hier, hij staat hier. Yes, thank you bro. I put it in. Yes, thank you, yes. Kijk het hier mensen, je ziet het zo. Ziet er goed uit. Thanks, zo. Het ging net af. Maar ik was net te laat met filmen. Ik was net te laat. Maar dit ziet er toch lekker uit. Een lekkere, overheerlijke dragon roll. Zo.
We hebben onze twee gerechten hebben we al binnen. Nu nog eentje. En dat zijn de cheesy fries. Check die dragon roll even. Gewoon als een draak, hè. Zie je? Echt als een draak gewoon. Dat heb ik nog nooit gezien. Dit is gewoon zo mooi gemaakt. En dit zijn onze ribs. Nu nog alleen de cheese fries. En dat is daar. Mensen, hij gaat af. Hij gaat af. Hij gaat af. Dat betekent dat ik nu die cheesy fries kan halen. Ai, ai, ai. Laten we snel gaan. Yes. De cheese fries. Ai, ai, ai. Dit ziet er heerlijk uit, mensen. Wauw. Oké, ik ga jullie even alles duidelijk. Het flits ga ik even laten zien. Kijk, dit zijn die ribs. Dit is de cheesy fries. Wauw. Prachtig. En dit is de dragon roll. Met dit is die hoofd, zeg maar, met twee ogen aan de achterkant staan. Dit is een echte dragon roll. Let's go. Cheese fries. De cheese fries hadden we... Onze eerste dag hadden we de cheese fries al gegeten. Die was verrukkelijk. Daarom dat we het nog een keer hebben genomen. Laten we die ribs nu proberen, die gezondheid. Dragon roll. Oké, dames en heren, we gaan nu de dragon roll proeven. Belangrijkste moment, want we houden toch van sushi. Lekker. Mensen, wat ik jullie wel wil zeggen, die ribs. Ribs is zo lekker, joh. Je kan ook gewoon kluiven, net kluiven. Zo, we zijn even terug in onze hotelkamer, zoals jullie kunnen zien, want we gaan even omkleden. Dan zijn ze over 2 uur, nee, oh, net in. Over 4 uurtjes is ze jarig. Ik kom buiten adem, maar die trap, zo, hebben we een grote trap, maar we hebben naar boven moeten lopen bij onze kamer, de 4e verdieping, dus vandaar dat ik even buiten adem ben. We gaan even omkleden, even klaarmaken, dan gaan we naar de stad, een soort van club, en dan gaan we daar gewoon checken ook. Zo, we zijn opgemaakt en ready to go, zoals jullie kunnen zien. Zijn ready? Zij is ook ready, want ze is bijna jarig. Hoeveel uurtjes? Nog een uurtje of zo? Anderhalf uur, hè? In Nederland een kwartier. Ja. Voor ons een uur en een kwartier. Echt? Het is bijna, schat. Bijna ben je jarig. Dus wij gaan nu lekker naar de stad. En dan gaan we het lekker vieren daar. Schatje, je ziet er prachtig uit, man. Dan moet je oudje even goed bekijken. Zo. Ik zie haartjes netjes gedaan en zo. Bijna jarig. We gaan het leuk vieren hier in Londen. In Londen. Een beetje die London-type, zoals jullie het weten. En ja, wij gaan gewoon nu naar de stad. Dan gaan we gaan. Zeker. Ben je ready? Let's go. Niks vergeten en die dingen daar. Neem die sleutel mee. En dit is dus de trap die ik bedoelde. Dus als we hier terugkomen, moeten we gewoon telkens die trap op. En vanavond moeten we die trap ook weer op. Ja. Vandaar dat ik zo ging hijgen net. Dus let's go, laten we naar beneden gaan. Dit is een van de trappen. Het is een van de trappen, het is niet de enige. Hier beneden is nog, zijn nog, nog 4 trappen. Over 55 minuten. Is ze jarig. Ja, maar jullie zien, jullie denken van waarom zit je niet opeens boven? We zitten in een bus. Onderweg. 55 minuten is ze jarig en we gaan het samen vieren. 20 minuten, dan is ze jarig. Get the strong.
erop hoor. Ja, houd erop hoor. Wow, wat was het me toch een avond. Dames en heren, het is weer de volgende dag. En voor nu zeg ik goedemorgen. Ik kan niet zoveel praten in de vroege ochtend. Laat me maar rustig opstarten. Oh. Later. It's your birthday, baby. What you telling me? We zijn hier zo. We gaan even een city cruise maken. En, deze city cruise schip gaat ons brengen naar de Tower Bridge. Oh no, de seats zijn wet. Het heeft hard geregend hier. Kijk, daar is de London. Ik ga varen zo. Daar ergens. We zijn op dit moment aan het varen. Kijk het hier. We zijn nu richting de Tower Bridge. En daar gaan we nu eigenlijk heen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar daar zien jullie de Tower Bridge. Kijk die Tower Bridge daar. Hey, het komt dichtbij. Die Tower Bridge komt dichtbij, schat. Kijk het hier. Ik vraag me echt af wat ze hier hadden gedaan. Ik zie mensen daarboven. De Tower. Zo, we zijn nu ergens bij een bar of eettent aangekomen. Distillery Bar and Kitchen. Ga even kijken bij die kaart, schat. Zullen we even checken? Ik zie hier pizza's, burgers. Hebben we daar trek in? Zullen we gewoon naar binnen gaan, gewoon checken. Ja, als het aan jou lag, gingen we gewoon lekker sushi eten, hè? Eerlijk? Wowzers, dit ziet er toch heerlijk uit, dames en heren. Kijk hier, ik heb gekozen voor een lekkere pizza salami. Heb ik lang geen pizza gegeten, dus vandaar. En zij heeft lekkere frietjes met calamares. En red velvet garnalen. Kan je eentje eruit halen? Laat even zien. Zo ziet een red velvet garnalen eigenlijk eruit. Ziet er toch grappig uit. Gewoon rood. Het is gewoon garnalen, maar dan in het rood. En dan hebben we ons rollo ingepakt. Onze spullen, onze tas, suikertas. We zijn lekker. Ja, en chocolademelk en een koffietje aan het drinken. We gaan ontbijten. En daarna gaan we lekker richting het airport. En dan gaan we weer terug. Yo guys, jullie zien waarschijnlijk nu een hele ander soort beeld. Mijn camera is namelijk uitgevallen. We zijn nu aangekomen bij de airport. Zeggen dat we een leuke vakantie hebben gehad. En dat ik even jullie mee kon nemen naar de birthday. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Hoeveel blauwe duimpjes? 200 blauwe duimpjes, zegt ze. Dus 200 blauwe duimpjes. Maar ze is jarig. Doe het voor de birthday. Je ziet de koffers hier al. Even snel. Hup, hup, hup. Wij gaan nu de vlog afsluiten. Dan gaan wij, zoals altijd, zeggen. It's Joel on the bed. We'll be right back.